Er zijn mensen die meteen aan spoken denken als het licht plotseling aangaat. Ghost Hunters, ze bestaan echt, komen dan graag langs. Ik kom onderzoek doen. Dit is de meldmeter. En dit is de K2 meter en die gebruiken wij voor het ghost hunten. Mensen kunnen hier dus zelf een vooronderzoek mee houden om te kijken of er in hun huis paranormale activiteiten zijn. Hij heeft niets met geesten, deze hoofddocent van de Universiteit van Tilburg. In een boek bestrijdt hij zelfs het bovennatuurlijke. €50 voor een apparaat om spoken mee op te sporen, vindt hij weggegooid geld. Het idee dat dit soort van apparaten laat zien dat er geesten of spoken zijn, is klinkklare onzin. Tot nu toe hebben we altijd elk onbekend signaal uiteindelijk wetenschappelijk kunnen verklaren. Ik ga nu proberen om contact te leggen met de geesten, als ze aanwezig zijn. Is er hier iemand anders dan de verslaggevers aanwezig in deze woning? Er is zoiets als de wet van behoud van energie. Maar dat betekent nog niet dat die energie blijft bestaan in de vorm waarin we hem kennen. Namelijk in de vorm van mensen of in de vorm van spoken of geesten. Klinkklare onzin. Twee apparaten waarmee je geesten kunt detecteren. Nou, zelf geloof ik er niet in. Maar je komt wel weer op plekjes in je huis waar je al een hele tijd niet geweest bent. Tot op heden nog geen paranormale waardes. Nog niks wat ik niet zou kunnen verklaren. Dus ik zou zeggen dat je huis spookvrij is op dit moment.